Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en ook degenen die via de livestream met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze kerkdienst. Vanmiddag gaat onze predikant dominee F.W. van der Ree voor. En het schriftgedeelte dat vanmiddag centraal staat is Lucas 15 vers 11 tot 24. En we lezen ook uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 23. Het thema van de prediking is rechtvaardiging door Christus. Over de collecte. Tijdens de eredienst is de collecte bestemd voor toerusting, in het bijzonder jeugdpastoraat. En de overige collectebijdrage kunt u overmaken op de inmiddels bekende wijze. Laten we nu samen zingen de schoolpsalm, psalm 79, vers 4. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn handen begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn
En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 144. Daarvan het eerste en het tweede vers. Gezegend zij de Heere, die te allen tijden mijn rotssteen is en mijn handen leert ten strijde. En ook vers 2, en wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen, dat gij hem kent. We zingen Psalm 144, vers 1 en 2. Ons leven is vergankelijk, wij zijn slechts tijdelijk. Maar God is eeuwig en wij willen de naam van de drie enige, eeuwige God belijden. En doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 65, vers 4. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij eerst danken en bidden. Wij willen onze dankzegging denken aan zuster Alita Boonstoppel van Havenveld 41. Zij onderging afgelopen week een operatie aan haar hand en deze is goed verlopen. Laten wij bidden en danken. Heren, dat u dat bent, onze God, een vast vertrouwen. Heren, dat is uw woord wat ons dat zegt. En dat hebben we zojuist nagezongen. Dat is de belijdenis die we mee belijden met velen vandaag over het rond van deze aarde en velen ook in het verleden. Die u zo hadden leren kennen en die daarbij mochten leven. En Heere, wat is het een voorrecht dat u, Heere Jezus, ook deze middag uw gemeente samenbrengt en dat we hier in de kerk mogen zijn of ook thuis verbonden en dat we die naam van u, die daarvan de grond is, de naam van uw verbond, dat u in uw Zoon, de Heer Jezus, hebt opgericht, de Ik ben met u. Heer, dat wij die naam mogen horen, verkondigen. En dat we daar ons houvast bij mogen zoeken. Dat is inderdaad vaste grond. Dat u er bent. En dat u ons uitnodigt om in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de zekerheid en de vastheid te vinden van het eeuwige leven. Niet iets uit ons, Heere. Hoe zou dat kunnen? Wij belijden voor u onze zonde en onze schuld. Heer, ook daar zongen we over met Psalm 79. Wij moeten buigen voor u, want u bent volkomen rechtvaardig wanneer u ons de zonde toerekent.
En u bent volkomen rechtvaardig wanneer wij sterven op deze aarde. En de dood als straf op de zonde gekomen is. Het is alleen maar uw genade dat u, Heer Jezus, die dood voor ons hebt overwonnen. En dat er een einde aan zal komen. Ja, dat u ons ook bewaart voor de eeuwige dood en het eeuwig sterven. Heere, laat ons dat wonder van uw genade vanmiddag mogen zien vanuit uw woord. Dat we daar ons hart aan op kunnen halen. Nieuwe krachten ontvangen, voedsel, geestelijk voedsel voor onderweg. En als we dan na vandaag en de diensten van deze zondag weer worden uitgezonden de wereld in, om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Heere, laat ons dan vol mogen zijn en vol mogen raken. Van verwondering en aanbidding van uw heerlijke en heilige naam. Heere, wij bidden u of u zo met ons allen wil zijn. U kent ons, u weet van ons af. U weet van onze moeite en zorgen. U kent ook onze zonde en onze schuld. Heere, wilt u die vergeven? Bewijs ons toch uw genade. En wees u zo met een ieder van ons, hier in de kerk en ook thuis. Wij bidden u, Heere, voor de kinderen in de oppas en degenen die op hen passen. Voor degenen die straks naar de parel zullen gaan en de leiding daarvan. Heere, wij bidden u voor onze gemeente, voor het gemeentelijk en kerkelijk werk. Wij danken u dat we mochten vernemen dat een heel aantal broeders hun benoeming als ouderling of diaken mochten aanvaarden. Heere, wees u hen ook nabij in datgene wat op hen afkomt. Geef dat ze dat ook in vertrouwen mogen en die weg mogen gaan. En geeft u hen daartoe ook kracht en maakt u hen daarin ook bekwaam. En Heere, wees u ook met hen die ontheffing moesten vragen. Ook hen dragen we aan u op en wij bidden u, Heere, geef dat zij ook mogen ervaren dat ze rust ontvangen op de beslissing die zij voor het oog van u moesten nemen. Heere, wij willen u bidden of u ook bij het werk van de kerkraad wil zijn, wanneer ook in de aankomende week bezoeken zullen worden gebracht. Heere, wilt u de huisbezoeken zegenen die de ouderlingen en de diakenen brengen? De contacten die de diakenen hebben hier ter plaatse in Veenendaal en ook binnen onze gemeente, de zorg die ze mogen hebben namens ons allen, voor anderen. Vervul hen met barmhartigheid, vervul de ouderlingen met wijsheid, ook in het lijden en het voorgaan van de gemeente. Heere, wij bidden u voor ons kerkverband. Wees u met ons kerkverband waarin grote spanningen gekomen zijn. Heere, houd ons bijeen. En houd ons vooral ook bij u, Heere Jezus. En bij uw woord. Wij bidden u of u de vergadering van de particuliere synode wil zegenen als die aankomende week ook in ons kerkgebouw zal plaatsvinden. Heere, wilt u uw zegen geven aan allen die werkzaam zijn in deputaatschappen. Wij bidden u voor de missionair diaconaal werkers en de zendelingen die namens onze kerken zijn uitgezonden. Wilt u hun werk ook zegenen en tot zegen doen zijn. Heere, wij dragen aan u op onze zuster Alita Boonstoppel. Wij danken u dat ze in de afgelopen week een operatie kon ondergaan en dat die ook goed verlopen is. Heere, wilt u verder herstel daarvan geven en wilt u geven dat het resultaat ook bemoedigend mag zijn. Heere, wij dragen ook anderen aan u op die met ziekte en zorgen te maken hebben. Als we gebukt gaan onder psychische lasten. Heere, wilt u uw licht over ons laten schijnen. En gaat u ons voor, Heere Jezus, op onze levensweg. Heere, zo komen wij voor u en voor uw troon in aanbidding en ook met verwachting. Weest u ons nabij en schenk ons uw Heilige Geest in deze dienst.
Open onze oren en ons hart om te verstaan wat u tot de gemeente spreekt. Hoor zo naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, ik heb geloof ik het ooit al wel eens eerder laten zien, maar ik heb vanmiddag een plaatje meegenomen. Een stukje van een heel beroemd schilderij van een beroemde schilder, de schilder Rembrandt. En dat schilderij gaat over een bekend verhaal uit de Bijbel, een gelijkenis, een verhaal dat de Heer Jezus verteld heeft, het verhaal over de verloren zoon. We gaan dat straks in de Bijbel ook lezen. Over die jongen die toen die groot geworden was, niet meer bij zijn vader wilde wonen en hij zei tegen zijn vader, geef mij geld, mijn geld, mijn erfdeel en dan ga ik weg. En hij ging ook weg, hij kreeg een grote zak geld mee en hij ging de wijde wereld in. En wat ging hij doen? Ging hij met dat geld iets goed doen? Goeds doen? Nee. Hij ging het uitgeven, vooral aan een heleboel feesten en allerlei leuke dingen voor zichzelf. Daar kreeg hij heel wat vrienden mee, zolang dat hij geld had. Maar toen het op was, toen liet hij zijn vrienden hem in de steek. En toen raakte hij al zijn geld kwijt. En toen raakte hij in de problemen. Toen ging het niet goed met hem. Want er was hongersnood in het land en er waren geen baantjes. Hij kon geen werk vinden om weer geld te gaan verdienen toen het op was. En uiteindelijk wordt hij varkenshoeder. Hij heeft helemaal niks meer. En dan op een dag besluit die jongen, ik ga terug naar mijn vader. Nou, en de schilder Rembrandt, die heeft het moment dat die jongen bij zijn vader komt, geschilderd. En ik hoop dat je het kan zien. Maar als je nou eens naar die vader kijkt, naar zijn ogen, wat zie je daar dan in? Ja, je kunt zijn ogen misschien niet eens zo goed zien. Ze zijn een beetje dichtgeknepen. Maar hoe kijkt die vader nou naar die jongen? Zien jullie dat, jongens en meisjes? Is die boos? Denken jullie? Nee, hè? Is die heel erg verdrietig misschien? Nou, ook niet echt. Die vader, die is vol van liefde. En dat kun je zien aan de manier waarop Rembrandt dat heeft geschilderd. Vol ontferming is hij. Die vader zegt niet tegen die jongen van, joh, jou moet ik niet meer, jij bent zelf weggegaan. Het is klaar met jou. Nee, hij ontfermt zich over zijn zoon. Nou, die vader in het verhaal van de Heer Jezus is eigenlijk de Heere God. Zo wil de Heer Jezus ons duidelijk maken dat wanneer je als een zondig mens bij hem komt, dat hij je dan niet afwijst, maar dat hij zich over je ontfermt. Wat je ook gedaan hebt, hoeveel zonde en ongerechtigheid je ook gedaan hebt, je mag bij hem komen. Hij staat zelfs op de uitkijk op je te wachten. En dat wil hij en dat kan hij doen, omdat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. De Heer Jezus is onze gerechtigheid, zo noemen we dat. Nou gemeente, daar gaan we over lezen, Lucas 15, vers 11 tot en met 24, het eerste gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon, zoals we die normaal gesproken noemen. En we zingen daarna uit Psalm 25, het derde en het vijfde vers. Psalm 25, 3 en 5, nadat wij hebben gelezen uit Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En hij, de Heer Jezus, zei, een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen, voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden.
En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Tot zover.
Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 73, vers 12 en 14. Gemeente, wij luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen uit Lucas 15. En wij doen dat aan de hand van artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 23, daar staat boven onze gerechtigheid voor God. Wellicht valt het u op dat ik artikel 22 oversla. Daar zal ik straks in de preek nog iets meer over zeggen. Die komt later aan de beurt. Artikel 23. Daar belijden wij als kerk, en u mag het met uw hart mee belijden. Wij geloven dat onze zaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil, en dat daarin onze gerechtigheid voor God bestaat. Zo leren David en Paulus ons door te verklaren: zalig is de mens aan wie God de gerechtigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet, anders gezegd uit genade, gerechtvaardigd zijn door de verlossing in Jezus Christus. Daarom houden wij deze grondslag altijd vast, terwijl we alle eer aan God geven door onszelf te vernederen en te belijden wat wij zijn, zonder ons in iets op onszelf, op onze verdiensten of op onze verdiensten te beroemen. Wij steunen en rusten op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. Deze gehoorzaamheid is de onze wanneer wij in hem geloven. Ze is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken, om ons zekerheid te geven en het geweten te bevrijden van vrees, ontzetting en verschrikking, zodat wij tot God naderen zonder te doen als onze eerste vader Adam, die zich al bevende met vijgenbladeren wilde bedekken. Waarlijk, indien wij voor God moesten verschijnen, terwijl wij in hoe geringe mate ook op onszelf of op enig ander schepsel zouden steunen, ach, we zouden verzwolgen worden. En daarom moet ieder met David zeggen: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft is voor u rechtvaardig. Tot zover dit artikel. Het thema voor de preek is rechtvaardig voor God. Drietal gedachten: uitlandig, ten tweede ontferming en ten derde inwendig. Rechtvaardig voor God. Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij de gelijkenis van de twee zonen, want zo kun je die gelijkenis eigenlijk beter noemen die we hebben gelezen, althans het eerste gedeelte daarvan in Lucas 15. Meestal noemen we hem gelijkenis van de verloren zoon, want daar is hij het meest bekend om. En dan denk je aan die ene zoon die weggaat, het vaderhuis verlaat en naar een ver en een vreemd land trekt. En daar een leven, een losbandig leven in overdaad leidt. Maar er komt in deze gelijkenis nog een zoon voor, de oudste. Die altijd gewoon bij zijn vader thuis is gebleven. En niet voor niets dat de Heer Jezus hem ook voor ons tekent. En daarom de gelijkenis van de twee zonen. Maar nou gaat het vanmiddag niet om die oudste zoon. Vanmiddag letten we vooral op die jongste. En dat doen we aan de hand van artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een paar weken geleden heeft dominee Mulder met u artikel 20 en 21 behandeld. En het ging toen over de verzoening door Christus. We hebben toen gehoord dat de Heer Jezus een hoge priester is geworden. En hij is gestorven aan het kruis om de toorn van God te stillen over de zonde. Om ons met zijn bloed te reinigen, schoon, wit te wassen. Zijn bloed bedekt onze zonde. En die verzoening is te vinden in hem alleen, zo belijdt de kerk. Alleen hij kan ons reinigen. Maar gemeente, dan is het vervolgens de vraag hoe wij daar nou in delen. Hoe wordt dat nou van jezelf?
En vanuit dat gezichtspunt wil ik met u artikel 22 en 23 benaderen en vanmiddag dus artikel 23. En we zullen zien dat heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest in ons. Door het woord van God. Het heeft te maken met geloof. En wanneer het daarover gaat, dan komen die twee zonen in beeld. Die beide voorbeelden zijn van mensen die dat moeten leren, die daartoe gebracht moeten worden. En vanmiddag dus die jongste zoon. Over twee weken hoop ik u met u stil te staan bij artikel 22 en dan de oudste zoon. Meent u, wat is er met die jongste zoon aan de hand? Die vraag komt bij je boven als je hem daar in gedachten zo ziet gaan. De Heer Jezus die schildert ons dat voor ogen, zo levendig. Iemand had twee zonen, dat is een hele rijkdom als je twee zonen hebt. Zeker in die tijd. Maar gemeente, wat kunnen kinderen je soms zorgen geven? Dat is met die jongsten het geval. Op een kwade dag komt die jongen bij zijn vader en hij vraagt: Vader, geef mij het deel van de goederen dat me toekomt. En al gauw kom je erachter waarom hij dat wil. Hij wil met het geld uit de erfenis van zijn vader de wijde wereld in. En niet vele dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Hij verkoopt alle goederen, heeft een grote zak geld aan het eind en hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Wat erg. Ja, toch? Als je het zo leest, dan krijg je het beeld van een jongere voor ogen die alles van zich afschudt. Wat hij in de opvoeding heeft meegekregen, dat doet er allemaal niet meer toe. Het enige wat hij nog maar wil is gewoon een heel ander leven dan wat hem is voorgeleefd. Hij wil het huis uit. En heb je geld nodig? Nou, geef hem maar een deel van de erfenis. Denkt alleen aan zichzelf, oogkleppen op en de wijde wereld in. Je eigen weg gaan. Feesten geblazen. Leven voor het vaderland weg. Onverantwoordelijk. En vooral ook ver van huis. Hij vestigt zich niet een dorpje verderop. Nee, hij maakt een verre reis naar een ver land. En daar leeft hij in overdaad. En hij laat zich thuis niet meer zien. Een jong leven dat naar de knoppen gaat. Misschien denkt u wel aan iemand vanmiddag. Misschien wel je eigen kind of kleinkind. Onder invloed gekomen van verdovende middelen. Verkeerde vrienden. Weggegaan. Het ouderlijk huis verlaten. En normaal gesproken, dat is natuurlijk op zichzelf normaal dat een keer gebeurt. Was ook in Jezus' dagen normaal. Zeker als je de jongste was, dan was het gebruikelijk om op een zekere dag je erfdeel op te vragen. En dat was dan een deel van dat alles. En daarmee moest je dan je eigen bestaan op gaan bouwen. Een derde deel. Het bedrijf zou voor de oudste zoon zijn, zo ging dat in die dagen. En de jongste die moest dan met dat stukje erfenis, moest die zelf wat opbouwen. Het is duidelijk dat de zoon uit die gelijkenis zo zijn eigen ideeën erover heeft. Is maar eens flink feesten. In je eigen gang gaan, de bloemetjes buiten zetten. Vooral geen zorgen maken, los zijn van alles. De wijde wereld in. Weet u wat een verdriet kan het geven als het zo gaat? Wat een zorg bij ouders, bij grootouders, want je voelt het aan. Dat loopt vroeg of laat een keer mis. En bij de jongste gaat het ook mis. De eerste tijd niet, dan leeft hij er lustig op los. En hij zal wel gedacht hebben, dit is echt het leven. Dit is het. Eindelijk bevrijd van al die regeltjes van thuis. Dat is allemaal maar zo bekrompen. Het vrije leven. Zelf bepalen wat je doet, wat er gebeurt, wat er gebeuren moet. Het gaat een tijd lang prima op die manier, maar dan loopt het mis. Zijn geld raakt op
En dat is op zichzelf nog wel overkomelijk. Dan moet je gaan werken, moet je een baantje vinden. Maar het is crisis. Er is hongersnood. Geen werk te vinden. En niemand durft het aan om hem in te huren in deze tijd. En zo begint die jonge gebrek te lijden. Al meer raakt hij aan lager wal. Hij glijdt steeds verder weg totdat hij uiteindelijk een baantje vindt van het allerlaagste allooi. Varkenshoeder. Onreine beesten voor een Jood. Die zijn aan zijn zorgen toevertrouwd. En hij heeft zoveel honger. Hij zou het varkensvoer wel willen eten. Maar Jezus vertelt, er is niemand die het hem geeft. Ja, zo gaat dat in dat land. Daar ben je op jezelf aangewezen. Stik alleen. Zijn vrienden hebben hem al lang verlaten. Dat waren geen echte vrienden, maar profiteurs. En in dat verre vreemde land, daar zijn geen mensen die zich om je bekommeren. Daar moet je het zelf doen. Op je eigen kracht. En alleen wie sterk is, die redt het. Wie sterk is, overleeft. Zo'n varkensboer, hij laat het zien. Het voer is voor de varkens, voor zijn varkens. En die jongen die bij hem is aankomen lopen, die moet het zelf maar zien. Zoek het maar uit. Triest beeld, gemeente, wat Jezus ons hier tekent. Waar heeft hij het eigenlijk over? Waar gaat het hem om met deze gelijkenis? Ja, het is niet zomaar dat hij dat is gaan vertellen. Er waren namelijk fariseeën en schriftgeleerden bij hem gekomen en die hadden nogal gemopperd op Jezus. Want wat Jezus deed, dat kon toch echt niet, vonden zij. Wat hadden ze gezien? Jezus die wordt omringd met zondaren en tollenaren. Mensen die in het openbaar, in hun levenswandel en handel, hebben laten zien dat ze volledig van God los zijn. Ze houden zich niet aan Gods wet. Ze gaan hun eigen leven. En als een aanklacht hadden ze het over Jezus uitgeroepen. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En je hoort de verachting in hun stem. Deze Jezus. Hoe kan die dat nou doen? Weet hij wel wie die mensen zijn met wie hij zich inlaat? Zondaren. Wetsovertreders. Onrechtvaardigen. En gemeente, Jezus had het gehoord, het gemopperen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hoewel ze hem niet rechtstreeks hadden aangesproken, reageert hij dan toch. En dan vertelt hij 3 gelijkenissen over de herder met 100 schapen en hij verliest er 1, het verloren schaap. Over die vrouw met 10 penningen en ze verliest er 1 en ze gaat het zoeken. En deze gelijkenis over die jongste zoon, die ook helemaal verloren lijkt te zijn. Net zoals die tollenaren en zondaren in de ogen van de fariseeën dat waren. Weggelopen bij God vandaan, naar een ver en een vreemd land. En bezig met jezelf, met rijker worden, met feesten, met alles wat de wereld je te bieden heeft. Ten koste van anderen, zoals die tollenaars bijvoorbeeld. Jezelf verrijken. Je eigen regels stellen, zoals die zondaar. Gods recht buigen. Ja, gemeente, het is duidelijk, in die jongste zoon herken je iets van de mensen rondom Jezus. Met wie hij aan tafel zit. Met wie hij zijn brood eet. En zijn leven deelt. En het is met het oog op hen dat Jezus deze gelijkenis uitspreekt. En dan hebben wij nog wel zo ons eigen beeld van de zondaren in onze tijd. Dat zijn dan mensen die God de rug hebben toegekeerd. Dat zijn dan inderdaad die jongeren die je af hebt zien glijden. Of misschien ook ouderen die je af hebt zien glijden. Die de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen. Die de kerk hebben verlaten. Die God hebben verlaten. En u kent ze misschien in uw omgeving. Mensen die misschien nog zeggen te geloven, maar
Maar ze komen in kerk nog kluis. En hoort het niet bij de bekering, gemeente, tot Christus, dat je niet alleen jezelf bekeert van binnen, maar dat je je ook keert tot het lichaam van Christus, zijn kerk. En dan denk je, ja, deze gelijkenis gaat over zulke mensen die van God niet willen weten. Aan lager wal geraakt, geestelijk gezien. En misschien ook wel letterlijk. Nou ja, gemeente, inderdaad, over zulke mensen gaat het ook. Maar weet u wat het gevaar is vanmiddag? Dat we dan zelf buiten schot blijven. Dan gaat het alleen over die ander. Zondaren, tollenaren, mensen bij wie je dat ziet. Dat ze ver bij het godshuis vandaan zijn. Maar gaat het Jezus nou alleen maar om die mensen? Of gaat het hem ook om u en om mij? En ook om de fariseeën en de schriftgeleerden zelfs. Kunnen wij ook niet iets herkennen in die verloren zoon, die jongste? Laat hij misschien niet iets zien van waar het bij ons ook op vastzit? Kijk, het komt er vanmiddag op aan dat wij onszelf herkennen in die jongste. En dat is niet eens zo heel moeilijk. Want let er eens op wat die jongen nou eigenlijk doet als die het vaderlijk huis verlaat. Als je deze gelijkenis leest, dan ben je geneigd om je vooral voor te stellen hoe die bij de varkens zit. Wat erg als je leven er zo uitziet, zeggen we dan. Gun je niemand. Onverantwoordelijk ook hoe het gekomen is, zeker. Maar gemeente, voordat dat gebeurt, is er al iets anders gebeurd. Wanneer die jongen aan zijn vader vraagt of hij zijn erfdeel mag krijgen, ja, dan is er nog iets anders aan de hand. Eigenlijk wenst deze jongen zijn vader dood. Hij kan niet wachten tot hij overleden is, zou je kunnen zeggen. Hij wil nu zijn erfdeel hebben. En nou gebeurde dat wel vaker, dat iemand in leven was en al een stuk van de erfenis meegaf. Zijn bezittingen verdeelde onder zijn zonen. Maar die zonen waren dan verplicht om voor hun vader te blijven zorgen. In feite veranderde er dan niet zo heel veel. Die vader die was misschien niet meer de eigenaar van alles, maar die zonen die zorgden ervoor dat ze met wat ze van hem gekregen hadden aan erfdeel hun vader en hun moeder onderhielden. Maar wat doet deze jongen? Die trekt zich daar niks van aan. Die maakt alles te gelden en die laat zijn vader zitten. En die is er vandoor. Naar een ver land. Gemeente, dat houdt heel wat meer in dan alleen maar dat hij wat van de wereld wil zien. Jezus maakt ons duidelijk, deze jongen die neemt afstand op een drastische manier van zijn vader. Hij wenst hem dood. Zijn vader is als dood voor hem. En gemeente, als je het zo leest, dan gaat het over meer dan alleen maar zondaren en tollenaren die in hun leven tot erge dingen zijn gekomen. Dan gaat het niet alleen maar over mensen die het huis van God hier op aarde, de kerk, hebben verlaten. Dan gaat het ook over u en mij. Tekent Jezus hier niet wie wij ten diepste van binnen zijn? Godverlaters. Het vaderhuis verlaten. Dat hebben we toch gedaan. Artikel 14 en 17, niet zo lang geleden hebben we daarbij stilgestaan. Die hebben dat onder woorden gebracht in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar hebben we gelezen hoe Adam en Eva in het paradijs de Heere God hebben verlaten. Hoe ze de Heere God in de steek lieten en ze pakten wat ze pakken konden. Ze lieten hem voor wie die was, hun schepper. Maar hij was als dood voor hen. Ze luisterden niet meer naar hen. Ze gingen hun eigen gang. Ze aten van die boom. Nou gemeente, je ziet het hier bij de jongste zoon weer gebeuren. Daar gaat hij. Hij laat zijn vader in de steek.
En hij pakt wat hij pakken kan. Hij gaat zijn eigen weg. En je hoeft echt niet per se aan de buitenkant zo opstandig en tegendraads te zijn als die jongste zoon hier. Dat kan natuurlijk wel. Maar ook als je keurig net bent allemaal. Altijd al geweest, als je het allemaal prima voor elkaar hebt. Geen honger, een leuke baan, aardige vriendenkring en al die dingen meer. Weet je, hoe is het met uw hart? Hoe is het van binnen? Het kan zijn dat je ten diepste geestelijk leeg bent. En mijlenver bij het vaderhuis vandaan, dat ten diepste God voor u, voor jou, dood is. Uitlandig ben je dan. Ver bij huis vandaan. Dat zijn wij van nature, gemeente. Ellendige, uitlandige, is een oud Nederlands woord. Ellendig, uitlandig betekent dat heel letterlijk. Uitlandige mensen, dat wil zeggen dat we niet thuis zijn. Niet in verbondenheid met God de Heer. Maar we gaan onze eigen wegen. En waar bevindt u zich vanmiddag? Wat is het nou waarvoor je leeft? Leef je voor de korte termijn en de waan van de dag? En vul je daar je hart mee? Dat kan. Doen veel mensen. Word je er ook rijk van? Is je hart gevuld met wat je hier op aarde hebt verzameld? Misschien gaat het je wel enorm voor de wind. Alles wat je kon krijgen en wat er te koop is. Kijk, gemeente, daarover gaat het hier. De gerichtheid van ons hart. Is je hart en leven nou gericht op Christus en zoek je het bij Hem? Of niet? Als het aan ons ligt, dan zijn we ver weg bij het vaderhuis vandaan. En het vaderhuis, gemeente, dat is die plek waar God je een geliefde zoon of dochter noemt. Zijn kind. Hoe vaak denken wij niet dat het leven elders beter is? En je vlucht weg en je neemt je toevlucht. Niet in het paradijs, niet in Gods koninkrijk, maar in jezelf. In het land van de zonde. Dat is toch zonde, gemeente? Je leven in eigen hand nemen. Denken dat jij het maken kunt. Los van God. Maar gemeente, die verloren zoon, die komt erachter, het is uiteindelijk geen leven. Dan gaan we naar de ontferming, het tweede punt. Hij komt tot inkeer. Noodgedwongen, hij wordt stilgezet. Omstandigheden die worden dusdanig dat hij daar zit bij die varkens en ja, dan is er die gedachte. Hij kan hem niet langer mee wegduwen. Die gedachte aan vader. En dan bedenkt hij, en je vermoedt zomaar dat hij al een aantal keren eraan heeft gedacht, maar het niet wist. En dan bedenkt hij hoe het dan misschien zou kunnen dat hij teruggaat. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hierom van de honger. En dan neemt hij zich voor, weet je wat, dit is mijn plan. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En dan gaat hij terug. En gemeente, dan komt artikel 23 in beeld. Want wanneer Guido de Bray onder woorden heeft gebracht in de belijdenis, hoe wij in Adam en Eva het vaderhuis verlaten hebben, het paradijs hebben verlaten en het is dicht, kunnen niet terug. En wanneer hij dan in artikel 20 en 21 het heeft gehad over verzoening in Jezus Christus, dat hij gekomen is om voor al onze zonden te sterven aan het kruis en zijn leven te geven als een offer. Weet je, dan gaat hij er vervolgens op in hoe dat nou van jezelf wordt. En dan staat er aan het begin van artikel 23, wij geloven dat onze zaligheid gelegen is
In de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze gerechtigheid voor God bestaat. Buiten jezelf dus. En die zaligheid houdt in dat je rechtvaardig voor God gerekend wordt. Het is heel wezenlijk om vanmiddag dat te leren. En ik hoop dat je hart erin meekomt. Als je het dus bij jezelf zoekt, in jezelf zoekt, dan word je niet zalig. Dan ben je ellendig en dan blijf je ellendig. Uitlandig, ver van huis. Dan ben je die Adam uit Genesis 3, die door zijn schepper geroepen wordt. Adam, mens, waar ben je? En hij geeft niet thuis. Hij heeft zich verstopt. Waar zit je toch, Adam? Het begint bij die jonge gemeente, daar bij de varkens, met dit besef. Het besef dat je het in het buitenland, dat je het buiten God niet vindt. Dat het daar niet is, hoe hard je ook zoekt. En als je er zoekt, geef het op, vandaag nog. Je zaligheid, je geluk, je rust, je kracht, je vrede, die vind je alleen bij Hem. En ook het besef dat je dan alles verspild hebt, omdat je het elders zocht. Die jongen heeft zijn erfdeel namelijk al ontvangen. En dat is de reden dat hij niet zomaar terug naar huis kan. En kan zeggen, vader, nou, daar ben ik weer. Zijn vader was dood voor hem. Hij heeft zijn erfdeel ontvangen. Is de medewijde wereld ingetrokken. Hij kan niet zomaar terug. Hij heeft geen voet meer aan de grond. In het huis van zijn vader. Hij hoort daar niet meer bij. Hij staat daar buiten. Gemeente, wij staan buiten het koninkrijk van God. Wij hebben God verlaten. En dat hebben we gedaan door van hem te roven wat hem toebehoort. Namelijk dat leven wat u elke dag ontvangt. En daarom hebben wij geen recht, geen rechtvaardigheid, geen gerechtigheid meer bij God. Het is rechtvaardig dat de deur van zijn rijk dicht zit. We hebben het in eigen hand genomen. En kijk wat we ervan maken van dat leven. Wat hij ons gegeven heeft. Dat is toch hopeloos? Als je iets heel erg nodig hebt, maar het is onbereikbaar. Stel je voor dat je ernstig ziek bent en je weet er is een behandeling ergens ver weg in Amerika. Maar het kost een heleboel geld, je hebt geïnformeerd en het gaat niet lukken. Hoe voel je je dan? Ellendig. Verloren. Gemeente, ervaart u dat dat uw bestaan is voor God? Vanuit jezelf. Het is voor ons levend in een tijd waarin het gaat om ons ego. En het ego altijd wordt groot gemaakt. En je moet jezelf ontplooien en je moet dat van het leven maken. En dat is wat wij ademen en waar de wereld over gaat om ons heen. Dat is geen populaire overtuiging om dit te geloven. Je wil er eigenlijk niet aan. Misschien voelt u wel weerstand. Maar gemeente, u bent in uzelf totaal verloren. Het is een hopeloze zaak. Ons leven is voor God failliet. En we brengen het hier op aarde door zoals die jongen het erdoor gebracht heeft. In een ver land, ver bij de vader vandaan. En geen recht aan onze kant om te zeggen, nou maar ik ga gewoon terug naar huis, tuurlijk. Nee, gemeente, God die kan ons niet zomaar weer in huis opnemen. We hebben het van hem afgepakt, geroofd. De hemel, de zaligheid, onbereikbaar. Ja, tenzij. Want hoe gaat het verder met die verloren zoon? Kijk, hij weet, ik heb geen rechten meer, maar dan gaat hij toch terug naar het vaderhuis.
Niet als een zoon, alleen maar als een dagloner. Misschien mag hij hem als een knecht dienen. En dan reist die jongen naar huis. En wat gebeurt er dan? Als hij in de buurt van het huis komt, dan ziet hij hem al staan, zijn vader, op de uitkijk. Zijn vader ziet hem van verre aankomen. En zegt die vader dan van, nou, waar heb jij gezeten? Leest hij hem dan de les? Kijk, dat heb je er nou van, hè? Als je God verlaat, wat heb je er nou van? Kijk eens naar je leven, zondaren, tollenaren. Ze zijn rondom Jezus. Dat heb je er nou van? Zegt hij dat? En dat je mijn knecht zou zijn? Ja, zoon sowieso niet, dochter sowieso niet. Knecht, nou, daar moet ik ook nog eens over nadenken. Nee, gemeente, er staat dat die vader met ontferming bewogen wordt. Van binnen, liefde. En die jongen die loopt naar hem toe, die valt hem om de hals en die kust hem. En het is een hartelijk weerzien. En ook in tweede instantie verwijt die vader zijn zoon niets. Want dan wil hij niet meer zijn dan een dagloner. Hij zegt het wat hij had bedacht. Hij noemt het aan zijn vader van, papa, het kan eigenlijk niet. Ik heb het verspeeld, mijn rechten verspeeld. Gezondigd. Maar wat is de reactie van zijn vader? Hij laat het beste kleed komen. Daarmee wordt hij bekleed en hij krijgt schoenen aan zijn voeten. En er wordt een groot feest aangericht. En hij mag voluit zoon zijn. Gemeente, dat is nou de gerechtigheid van God. God wil u, jou en mij, thuis halen. En je weer op je plek zetten. Dat is de letterlijke betekenis van het woordje gerechtigheid. Dat je op de juiste plek bent. Door God daar neergezet. Recht voor God, voor je vader. Je hemelse vader. Dat je terugkomt bij hem. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou recht voor God staan? Als we dit zijn, als de Bijbel ons zo tekent. Dat is alleen mogelijk dankzij de Heer Jezus. Wij geloven dat onze zaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze gerechtigheid voor God bestaat. God verklaart ons rechtvaardig, ook al zijn we het helemaal niet. En hij doet dat niet op grond van het feit dat het nog wel met je meevalt of dat je niet al te ver bent weggedwaald. Dat allemaal zo drastisch niet was. Nee, gemeente, God die verklaart je rechtvaardig en je mag bij hem thuiskomen. Alleen maar op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Die hoge priester, weet u nog? Op grond van zijn lijden en sterven. Alleen omdat hij al onze zonden op zich genomen heeft en heeft weggedragen naar het kruis. Alleen omdat hij onze straf gedragen heeft, die wij hadden verdiend, voor altijd van God gescheiden, die straf. Eeuwige dood. En die heeft hij gedragen. Hij heeft tegen zijn vader gezegd, geef het mij maar. En heet hem, haar, dan maar welkom. Dat is onze gerechtigheid voor God, zegt de belijdenis. Dat is waar het om gaat, gemeente. Om die liefde en die genade. Dat er recht gedaan is. Doordat Jezus stierf. En dat hij aan ons wil geven wat wij verspeeld hebben en het ook kan geven. Eeuwig leven, uit genade. Of zoals het dan in artikel 23 zo mooi staat.
wat je dan mag ervaren. Bevrijding van vrees. Ben je wel eens bang dat het niet goed met je zit? Als je naar je zonde kijkt. Ontzetting, verschrikking. Je wordt ervan bevrijd als je dit evangelie hoort en gelooft. Bedekking van al je ongerechtigheden, zegt artikel 23. Zodat wij tot God naderen zonder te doen als onze eerste vader Adam. Dat niet meer. Wat deed Adam? Ja, die dook weg in de bosjes. Al bevende, met vijgenbladeren. Zo niet. Maar dat je thuis komt bij de Vader. En dan nog één stap verder. Het derde inwendig. Hoe wordt dat nou van u en van mij? Kijk, het is prachtig hè, als je die jongste zoon hier ziet thuiskomen en in de armen van zijn vader ziet vallen. Ja, gemeente, herkent u zich ook in dat stukje van de gelijkenis? Ik zei net dat het belangrijk is om ons te herkennen in die zoon als die bij de varkens zit. En dat dat ons ellendige leven is. En dat we dan ook dat recht niet meer hebben om te kunnen zeggen dat we beter leven verdiend hebben. Maar het is ook belangrijk dat je erkent en dat je jezelf herkent in die jongen wanneer die daar naar huis gaat. En als die thuis komt. Hoe kunt u thuis komen bij God? Nou, lees maar. Artikel 23. Daarom houden wij deze grondslag altijd vast. Een grondslag. Een rots. Rotsvast, daar kun je op bouwen. Dat is de basis. Daarom houden wij deze grondslag altijd vast. Hou het dus vast. Terwijl we alle eer aan God geven door onszelf te vernederen en te belijden wat we zijn, zonder ons in iets op onszelf of onze verdiensten te beroemen. Nou, daar hebt u het. Aan God alle eer geven door je schuld te belijden, door je niet te beroemen op iets wat van jezelf is, dat past daar niet bij. Maar ook door deze grondslag vast te houden in geloof. Thuis komen bij God, gemeente, dat betekent dat je het oude achterlaat. Dat je tot inkeer komt, dat je naar je vader gaat. En dan valt het eeuwig mee. Mag ik u vragen, heeft u dat al gedaan in uw leven? Heeft u met je ziel en met je hele hebben en houden je tot God gekeerd? Of is het iets wat je misschien wel weet, maar heb je het nog niet gedaan? Dat is een verschil, hè? Dat je het weet, je hebt het geleerd, je leest het in de Bijbel, je hoort erover. Maar je hebt het nog niet eigenlijk gedaan. Je bent nog niet op je knieën gegaan. Je hebt nog niet tegen God gezegd, Heer, ik heb gezondigd en dat ben ik. Ik maak er niks van. Ik ben het niet waard. En ik ben aangewezen op uw genade. Bewijs mij toch uw genade. Weet je, als je dat zegt, wie dat doet, op hetzelfde moment dat je het zegt, komt je ziel werkelijk thuis. Want dan zegt de Heere God, er is hier nog plaats. Ik heb zojuist mijn zoon verloren. Jezus Christus, kom jij hier maar zitten. Haal dat mooie kleed. Richt het feestmaal aan. Want hij zei, is thuisgekomen. Je was dood. Dat zegt die vader. Mijn zoon was dood. Zijn vader was niet alleen dood voor hem. Die zoon die was ook dood voor de vader. Hij was dood. Maar hij is levend geworden. Ga hier maar zitten.
waar eerst mijn zoon zat. Want die zit nou aan de rechterhand. Hier is plaats aan mijn bruiloftstafel. Gemeente, wat is het geweldig dat er meer niet nodig is. Het enige waar God u en jou toe wil opwekken, is dat je tot inkeer komt, dit beleid en naar hem toe gaat. Dan ben je op weg naar huis. Voor eeuwig. Dan staat die hemelse Vader op je te wachten, die je al je misdaden kwijtscheldt. Om Christus wil. Opdat u bij hem thuis zou zijn. En dan mag je steunen en rusten. Hoort u dat? Steunen? Dan val je niet. Mag je steeds op leunen? Zo van, oh ja, maar wacht, dit is er ook nog. Steunen. En rusten. Rust. Kalm. Op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, zegt Guido de Bray. Alles is genade, liefde van zijn kant, maar dat is voldoende om op te vertrouwen. Steunen en rusten, kracht en hulp en vrede, omdat hij alles voor u heeft gedaan. Kent u die rust en die kracht? U hoeft u niet als Adam te verschuilen. Bevend, u mag komen. Hij staat al op de uitkijk. En je mag weer opnieuw komen. Als dat nodig is. En voor wie niet. Er is gerechtigheid voor God. Hij wil u de gerechtigheid van Christus toerekenen. En daarom is het voor zondaren en tollenaren niet hopeloos. Omdat hij kwam. En omdat hij ze verzamelt. Om hem heen. Omdat hij voor hen gaat lijden. En gaat sterven. Kom dan tot hem. En vertrouw je aan hem toe. Want wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit. Die afvoereren. Als je een andere God hebt waarvoor je leeft. En u de trotse nek toekeren, trots, verharding. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. De Heer, wiens werk ik roemen zal. Zijn volbrachte werk. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, wat blijft er dan nog over dan te roemen in u, Heere Jezus? Wat een heerlijke schat van het evangelie heeft u gegeven. Om daaruit steeds opnieuw nieuwe en oude dingen op te halen. Heere, we danken u dat we deze gelijkenis uit uw mond hebben gehoord, Heere Jezus. Zoals u hem ooit toen daar in Israël hebt verteld. Heere, wat is het een rijk beeld. Wij danken u dat we er vanmiddag ook bij stil mochten staan. En Heere, geef dat we ons erin herkennen. Bewaar ons ervoor dat we met een trotse nek ons tegen u zouden keren en blijven keren. Verbreek ons onder uw liefde. Maak ons klein als we in uw vaderogen mogen kijken. En Heere, we zien wat in uw hart is. Als we u, Heere Jezus, zien hangen aan het kruis. We leven in de lijdensweken. We zijn er daar op weg. Naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Heere, vorm ons. Als we uw woord horen, dan zet u ons op de pottenbakkersplaat om ons te vormen tot uw eer. Vorm ons, Heere. Doe aan ons uw werk. Doe dat hier op zondag, maar ook in de komende week en elke week. Als we ook als gemeente samenkomen rondom dit heerlijke evangelie. Van de gerechtigheid die er is, niet in ons, maar in u. En de vrolijke ruil waarvan uw woord ons getuigt. Heere, maak ons dan vrolijk. Oprecht blij in u, verwonderd en ootmoedig. Dank u wel voor wat u gaf. In deze dienst gaat u mee, Heere, als we naar huis gaan. We gaan de nieuwe week in. Kinderen moeten weer naar school. Jongeren die vervolgen weer met hun opleiding. Heere, wees u erbij en geeft u wijsheid en kracht. Zonder u kunnen wij niets doen. Laat dat ook in ons hart mogen zijn en ons leven mogen stempelen. Vergeef wat niet is geweest in spreken en luisteren naar uw heilige wil. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Meten, wij krijgen nu gelegenheid om onze gaven te offeren voor de dienst in het Koninkrijk van God en de voortgang daarvan. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 103, het zesde vers.
Ga in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.